Autohandelaar Hugo Charles uit Echt wordt sinds eind maart vermist. De politie vreest voor zijn leven, maar houdt er ook nog altijd rekening mee dat Hugo Charles nog leeft en ergens wordt vastgehouden. Een beloning van 10.000 euro leidt hopelijk tot meer duidelijkheid. Hugo Charles, 47 jaar, uit Echt in Limburg. Eind maart van dit jaar maken Hugo en zijn familie een zware periode door. Zijn moeder is net overleden. Ze is maar 70 jaar geworden. Op donderdag 29 maart bezoekt hij samen met zijn vriendin en familie de avondwaken in het crematorium. Hugo had een goede band met zijn moeder. Hij is dan ook behoorlijk ontdaan door haar overlijden. Samen met zijn familie organiseert hij de crematie die op zaterdag 31 maart plaatsvindt. Maar op de dag dat hij afscheid zou moeten nemen van zijn moeder, komt Hugo Charles niet opdagen. Hallo, lukt het een beetje? Ja, lukt. Hugo Charles dankt zijn achternaam aan zijn Engelse vader. Hij woont en werkt al jaren in Echt. Sinds 1995 runt hij daar zijn eigen autobedrijf, Charles Automobielen. Hugo heeft een passie voor de duurdere merken. Autoliefhebbers uit heel Nederland weten zijn zaak te vinden. Hugo Charles is ook een bekende naam in de autowereld. Vanaf 1997 tot 2002 rijdt hij wedstrijden in verschillende raceklassen. Hij had succes en haalde in 1999 de vierde plek in de strijd om de Renault Megane Trophy. Maar het ging ook wel eens mis, zoals hier op het circuit van Zandvoort. Deze crash is niets vergeleken met die in 2002, waarbij Hugo 5 keer over de kop slaat en zijn ruggenwervel breekt. Hij zegt de autosport 7 jaar vaarwel, maar keert in 2009 terug. Samen met zijn vriendin heeft hij een zoontje van 2,5. Hugo is een dolgelukkige vader en probeert zoveel mogelijk tijd met hem door te brengen. Uit een eerdere relatie heeft hij 2 dochters. Ze zijn 18 en 21. En hij heeft met allebei een goede band. Een familieman dus. In de dagen voor de crematie van zijn moeder regelt dan ook Hugo een groot deel van de ceremonie. Groot is dan ook de verbazing bij familie en vrienden als Hugo op zaterdag 31 maart niet komt opdagen bij het crematorium. Waarom mist een zoon het afscheid van zijn moeder? Hallo. Ik vermis mijn vriend. Zijn vriendin is ongerust. Een dag later, zondag 1 april, vertelt ze op het bureau over de verdwijning van haar vriend. Ze heeft al een paar dagen niets van hem gehoord. De recherche begrijpt de ernst van de situatie. Ook zij beseffen dat Hugo waarschijnlijk niet vrijwillig verstek liet gaan op de crematie van zijn eigen moeder. Er wordt begonnen met het nagaan van zijn laatste bekende gangen. Zijn laatste levensteken is van donderdagavond 29 maart. Rond 7 uur is Hugo thuis samen met zijn familie. Ze hebben net de avondwaken van zijn moeder bijgewoond en treffen nog wat laatste voorbereidingen voor de crematie. Rond 8 uur moet Hugo weg. Hij zegt dat hij een afspraak heeft in Waardenburg, een dorpje in de Betuwe. Met wie de autohandelaar die donderdagavond 29 maart een afspraak heeft, zegt hij thuis niet. Waarschijnlijk een zakelijke afspraak, zo vermoedt zijn familie. In zijn zwarte Audi A6 rijdt hij de snelweg A2 op richting Waardenburg. Onderweg stopt hij nog een keer om zijn tank vol te gooien. Het is dan even na 9 uur. Het zijn voorlopig de laatste bekende beelden van Hugo. Kort voor 9:30 belt hij vanuit de auto nog even met zijn oudste dochter. Of ze wat eten voor hem kan achterhouden, want het kan wel eens laat worden. Zijn laatste woorden in dat telefoongesprek zijn... Charlie, ik hou van je. Niet vergeten, hè? Daarna heeft niemand meer iets van Hugo vernomen. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak.
Een van de eerste zoekopdrachten is om de zwarte Audi A6 van Hugo terug te vinden. Dat lukt gelukkig al vrij snel. Op maandag 2 april wordt na tactisch recherchewerk de auto gevonden langs de A12 bij AC-restaurant De Meren. In de Audi liggen persoonlijke spullen van Hugo Charles, waaronder zijn telefoon en horloge. Maar van de eigenaar zelf ontbreekt ook hier ieder spoor. 3 dagen nadat er aangifte van zijn vermissing is gedaan, wordt de media ingeschakeld. Sinds donderdag 29 maart wordt de 47-jarige Hugo Charles uit het Limburgse Echt vermist. Ongeveer een week na de verdwijning van Hugo ontvangt de politie interessante informatie over een loods in Susteren. Dat is een plaatsje vlakbij Echt. De loods ligt hier midden in een woonwijk en er zou in de loods geschoten zijn op woensdag 28 maart. Dat is 1 dag voor de verdwijning van Hugo. Is er een link tussen beide zaken? Het eerste dat ze zien is een Porsche. Met een kogelgat midden in de carrosserie van de kofferbak. Maar er is meer. De politie vindt ook sporen van harddrugs in de loods. En een etiket met de naam van het autobedrijf van Hugo Charles. In het motorblok van de Porsche vindt de politie een kogel. Er is hier dus geschoten, maar door wie? En weet Hugo Charles hier iets van? En weet Hugo iets van de verdovende middelen die hier moeten hebben gelegen? Voor de buitenwereld is Hugo een hardwerkende autohandelaar, een bevlogen coureur en een aimabele vader van 3 kinderen. Maar heeft zijn leven ook een donkere kant? En is die donkere kant dan verantwoordelijk voor zijn verdwijning? Meneer Maas, welkom. Hugo Charles wordt nu bijna 1,5 maand vermist. En voor zijn familie telt natuurlijk maar 1 vraag. Leeft hij nog? Ja, we hebben sinds zijn verdwijning geen enkel levensteken gekregen van Hugo. Dus we vrezen wel degelijk voor ons leven. Maar de kans bestaat ook dat hij nog leeft en dat hij ergens wordt vastgehouden. Met een groot team van rechercheurs onderzoeken wij deze zaak om erachter te komen waar hij op dit moment is. En we hopen daar uiteraard vanavond via Opsporing Verzocht meer informatie over te krijgen. We hoorden net over die loods in Susteren. Die kan wel eens een hele belangrijke rol spelen. Ja, het zou kunnen dat Hugo iets heeft geweten van wat er in die loods is gebeurd. Of misschien heeft hij wel iets gezien daar wat hij niet had mogen zien. Toch is het nog altijd gissen naar het motief achter zijn verdwijning. En op het internet, maar ook in de media, wordt er een hoop gespeculeerd rondom dat motief. Wij houden op dit moment nog steeds alle opties open totdat we daar meer duidelijkheid over hebben. Duidelijk. Tegen zijn familie heeft Hugo op donderdagavond 29 maart dus gezegd dat hij een afspraak had in Waardenburg. Hij is voor het laatst gezien op weg daar naartoe bij het tanken. Meneer Maas, u wilt heel graag weten met wie u in Waardenburg had afgesproken. Ja, dat is een heel belangrijke vraag in het onderzoek. Als we daar het antwoord op hebben, dan weten we waarschijnlijk ook meer over degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn verdwijning. In ieder geval is Hugo na die afspraak toegereden en daarna niet meer teruggekeerd. En kort voor 9:30 heeft hij die donderdag nog contact gehad met zijn dochter. En zijn telefoon is toen geregistreerd in de buurt van Meteren. Dat ligt ook bij Waardenburg. Hij heeft dus daar gereden, maar de vraag is, was hij alleen of was hij met iemand anders? En zo ja, met wie dan? Ja, volgende aanknopingspunt is zijn auto. Dat is een zwarte Audi A6 Avant uit de S-lijn met het kenteken 54RPZZ. En die is dus teruggevonden bij de Meren. Ja, de vraag is, wie heeft zijn auto bij de Meren langs de A12 bij het AC-restaurant neergezet? Was dat Hugo zelf of was dat misschien iemand anders die de auto daar heeft geparkeerd? Dat moet in ieder geval zijn gebeurd na 9:30 s'avonds op donderdagavond 29 maart. We komen ook graag in contact met getuigen van het AC-restaurant die mogelijk iets hebben gezien. We hebben ook bewakingsbeelden daarvan. Want op bewakingsbeelden van de Burger King, die zit naast het AC-restaurant, is te zien dat tussen 9:30 en 22:00 2 auto's het parkeerterrein oprijden. En waarschijnlijk is één van deze auto's de Audi van Hugo Charles. Meneer Maas, op dat moment staat er een aantal personen op die parkeerplaats. Ja, we zien daar een groepje met 4 personen in de buurt van de ingang van de Burger King. Ze staan rustig met elkaar te praten en mogelijk hebben ze gezien wat er een stukje verderop gebeurde toen die auto's aankwamen rijden. Even later loopt er ook een man in beeld, een onbekende man, richting de ingang van het fastfoodrestaurant. Hij wordt binnen aangesproken door iemand van de Burger King en ook met hem willen we heel graag in contact komen. Herkent u zichzelf of weet u wie we hier in beeld zagen? Neem dan ook contact op met de tiplijn, want uw informatie is heel belangrijk. Verder, in de nacht van zijn verdwijning zijn er 2 mannen aan de deur geweest van Hugo's huis in Echt dus. En ook over dat bezoek moet u meer te weten komen.
Ja, klopt. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er twee mannen bij Hugo in de woning geweest, aan de woning geweest in Echt. En die hebben ook gevraagd naar Hugo. Een van die mannen was een Marokkaanse man uit de omgeving van Amsterdam. We kennen ook zijn identiteit, maar we hebben hem nog niet kunnen spreken. En hij weet ook dat we heel graag met hem in contact willen komen. Dus we hopen dat hij zich na vanavond alsnog wil melden. En wat weet u van die andere man die aan de deur is geweest? Ja, de Marokkaanse man die was samen met een negroïde man. En die was tussen de 30 en de 35 jaar oud. Hij was ongeveer 1,85 meter lang. Hij had een iets wat gezet postuur. Hij had vermoedelijk zijn hoofd helemaal kaal geschoren of hele korte haren. En hij droeg een grijs sweater met capuchon. En hij sprak Nederlands met een Amsterdams accent. En wij willen graag weten wie is hij, maar ook waarom is hij 's nachts bij Hugo Charles aan de deur geweest. Ja, voor de buitenwereld is Hugo Charles dus ja, een hardwerkende autohandelaar, liefhebbende vader van 3 kinderen. Maar er was dus ook een andere kant aan zijn leven waar hij niet graag over praat. We willen graag zoveel mogelijk informatie over het leven van Hugo Charles. Met wie had hij bijvoorbeeld in de weken voor zijn verdwijning nog contact? En had hij bijvoorbeeld ook contacten met mensen uit het criminele milieu? Het zijn allemaal cruciale vragen die ons dichter bij de oplossing van deze zaak kunnen brengen. Dus weet u thuis meer over de verdwijning van de 47-jarige autohandelaar Hugo Charles uit Echt? Of weet u waar hij op dit moment is? En waarom werd zijn Audi A6 teruggevonden bij dat AC-restaurant De Meern? De hoofdofficier van justitie in Roermond looft een beloning uit van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van dit misdrijf. Informatie kunt u zoals altijd doorgeven via 0800 60 70. Wilt u liever praten met de criminele inlichtingeenheid, dan kan dat via 079 345 8999.